De toekomst. Ik wacht af en zie wel wat er in de wereld gebeurt. Kan ik dat zeggen of moet ik mij zorgen maken? Ik kan rustig in het donker naar school fietsen. Ik beschik over een computer en een telefoon. Honger komt niet voor in mijn woordenboek en ik maak me geen zorgen over mijn opleiding. Maar laat ik eens iets verder kijken dan mijn neus lang is. Dan zie ik dat mensen minder respect hebben voor elkaar en het touwtje uit de brievenbus is verdwenen. Het lijkt alsof politici geen oor meer hebben voor de mensen. Al deze onrust maakt dat ik mij zorgen maak over de toekomst. In de jaren 30 verkeerde Europa in een grote economische crisis. Banken wilden elkaar niet meer lenen, waardoor er grote banken omvielen. Aandelen kelderden plots in waarde en koersen zakten rap. De werkloosheid in Nederland steeg met 50% en er was voorlopig geen dalende lijn te verwachten. Het volk was onzeker over de toekomst en hield daardoor de hand op de bijna lege knip. Als het zo slecht gaat, zoekt men een zondebok. Dan is het een kleine stap naar rassenhaat. Dit waren ingrediënten voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. In de huidige tijd valt het mij op dat er weer onzekerheid is. De financiële crisis van de banken maakt dat mensen geen vertrouwen meer hebben in het beheer van hun geld. Er zijn weer veel mensen werkloos. Het is een gegeven dat voor iedere werkloze er 3 mensen bang zijn hun baan te verliezen. En dat veroorzaakt onrust. Er is een toestroom van vluchtelingen en de media versterken het idee dat we erdoor worden overspoeld. De bevolking heeft het idee dat de al schaarse banen worden ingepikt door buitenlanders. Tolerantie voor andersdenkende is gering. Mensen willen niet luisteren naar argumenten van de tegenpartij. En dat zorgt voor verharding van de standpunten. Rassenhaat ligt weer om de hoek. Zijn dit ingrediënten voor het ontstaan van een derde wereldoorlog? Kan ik hier staan en zeggen, ik wacht af en zie wel wat er in de wereld gebeurt in de toekomst? Nee, uit wat ik zojuist verteld heb, blijkt dat ik me grote zorgen maak. Bent u zich bewust van de huidige situatie? Luister meer naar elkaar, ga in gesprek. Want zoals Edmund Burke zei, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Dank u wel.